We gaan door, want in dat programma zit ook altijd wel eens een keer een stemmenimitator. Soms probeer ik dat zelf, maar ik kan dat dus niet. Dus heb ik daar iemand voor ingehuurd. En die gaat u nu, komende 10 minuten, 15 minuten, eens laten horen hoe een echte stemmenimitator eigenlijk de stemmetjes naar voren kan brengen. Hij doet zijn jas uit. Hè? Gisteravond torenhoog te zien. Daar in, op VTM, daar, tegen Sterrenop. Maar nu gewoon hier in de Drie Fonteinen in Beersel. Glenn de Keizer. Goedenavond, Halle. Ik ga je eventjes nog een keer mijn spiekbriefjes leggen. Goedenavond. Vol huis, heel leuk. Ik heb er naar uitgekeken om vandaag hier te mogen eventjes een intermezzo te doen. Ik moet wel eerlijkheidstoehalve erbij zeggen dat ik nog meer uitkijk naar volgende week. Want dan moet ik optreden in de gevangenis van Brugge. Ik kan dat de jongens hier ook aanraden, want dat is de eerste keer dat ik ga mogen optreden voor een geboeid publiek. Wordt echt fantastisch. Ik kan dat echt aanraden aan deze heren. Topkwartetje. Dames en heren. Ik zit af en toe in de uitzending bij Chris. Dat gaat meestal over sport, dus vandaag gaat dat ook een beetje over sport gaan. Maar dames en heren, het wordt hier ook een beetje nostalgisch op jullie radio. En daarom, ik hou ook van nostalgie. En ik stel voor, ik weet niet hoe laat dat is. Madame, hoe laat is het? 9:55. Ik vind dat een perfect uur om een keer het journaal te doen. Ja, en dames en heren, ik zou dan vragen aan jullie, wie vinden jullie, buiten Johan, de beste nieuwsanker aller tijden. Ik ga 2 tips geven. Het is een oude meneer en ik kan verdorie goed Engels. Jan Bikaus, inderdaad. Welkom allemaal in een live-uitzending van... Ja, en waar zijn we hier eigenlijk, Chris? Ik weet het niet meer. Ik ben een beetje dement aan het worden. Maar ja, in Beersel, ja... Live-uitzending, ja, en wat is er allemaal gebeurd, dames en heren? Wel, president, ja nee, geen president meer, ex-president Barack Obama heeft in zijn vakantieperiode met zijn privévliegtuig een noodlanding moeten maken. Dat toen Obama op weg was van Idaho naar Ohio, moest het vliegtuig een noodlanding maken in Oklahoma. Heel bizar, maar ik stel voor dat we overgaan naar onze correspondenten ter plaatse. U gaat nooit wie dat is. Helaas werd ze deze dagen bij de VTM, omdat ze daar blijkbaar 15 keer meer verdient. Maar toch voor jullie, reed de keizer. Hoe is de situatie daar? Ja, Jan, wat er zich hier heeft afgespeeld is waarlijk een donderslag bij heldere hemel. Blijkbaar was het eten op het presidentie, op het vliegtuig, op het privévliegtuig van Barack Obama zo goed als op. En had hij meer zin in McDonald's. Ja, je ziet dus, Jan, dit kon catastrofale gevolgen hebben voor Barack Obama. Wat zeg ik? De hele wereld. Terug over naar jou, Jan. Oh, la 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 la. Dat is geen kattenpis natuurlijk. Gelukkig voor Barack Obama was er wel een zwarte doos aanwezig. Met name zijn vrouw Michelle Obama. Ja. Maar dames en heren, ik kom af en toe wel eens in bloed, zweet en tranen naar de studio bij Chris, Chris Baart liever. En daarom, dames en heren, zou ik eventjes ook van het moment de gelegenheid die we willen gebruikmaken om even sport aan te halen. Want wij hebben hier een hele rotte sport van bij. Namelijk een hele grote koers van, is het niet waar, Louis Tobak? Wat heb jij allemaal te maken met het wielrennen, Louis Tobak? Als burgemeester zijnde van Leuven heb ik eigenlijk niets te maken met het wielrennen. Totaal niets. Ik ken niks van de koers. De enige verwantschap die ik heb met wielrennen, dat is dat mijn gezicht er meer begint uit te zien als een kassei van Parijs-Roubaix. Ook zo vierkant, maar voor de rest heb ik daar niks over te zeggen, Jan.
Oké, dat was een foutje van mijnerwege. Ja, Filip Geubels, jij bent toch wel een sparman. Jij hebt blijkbaar ook aan wielrennen gedaan. Inderdaad, Jan. Dat is waar, ja. Veel mensen weten dat niet, maar ik heb nog aan wielrennen gedaan in mijn jonge jaren. Maar ja, ik heb daarmee moeten stoppen, want ja... Ja, ik kreeg daar enorm veel commentaar op. Ik werd echt enorm gepest. Ja, opmerkingen in de aard van... Ja, lierlijkaard, stinkend varken, skinhead. En dat was alleen nog maar mijn moeder. Dus ja... Ik heb dat moeten stoppen. Ja, bedankt. Ja, heel bizar, Filip. Maar ik zie ook dat... ja, zijn er hier fans van Club Brugge? Van de voetbalclub Club Brugge? Ja, één fan. Ja. De twee fans van Club Brugge zijn aanwezig. Heel leuk om te zien. Ja, want Michel Predom staat naast ons. Want ja, Michel... Wat is er gebeurd met jouw aanvalslinie? Want ja, je hebt geen enkele spits meer over. Wat is er gebeurd, Michel? Ja, dat is niet goed. Maar ja... Ja, wij hebben geen enkele spits meer. Maar ja, dat komt omdat zij de Ronde van Vlaanderen voor amateurs hebben gereden. En ja, Jan, je weet dat. Als voetballers, als die iets voelen, ja, die laten zich vallen. Dus ja, die hebben zich zaterdag allemaal laten vallen. Dus ja, dat is niet moeilijk om dan benen te breken. Dus ja, wij hebben, ja, zij hadden de sleutel van de voetbalcompetitie in handen. Maar zaterdag opeens hadden zij een sleutelbeen in handen. Dus ja, wij gaan geen kampioen spelen dit jaar. Ik vrees ervoor, voor die twee mensen hier. Ja, dat is niet goed. Ja, oké, heel leuk, Michel Predom. Maar ik stel voor dat we overgaan naar een echte sportfanaat. Want kennen jullie allemaal Sportweekend, dames en heren? Ja, binnenkort ook op Stadsradio Halle, Sportweekend met Stef Wijnands. Ja, inderdaad, dames en heren, welkom bij Sportweekend. Binnenkort inderdaad, in plaats van Chris Baert, bloed, zweet en tranen, wordt het echt tranenhuilen voor Chris Baert, want ik neem zijn programma over. Ik krijg nog 2 weken, Chris. Nee, het wordt in een co-presentatie natuurlijk. Nee, dames en heren, ja, we hebben inderdaad heel veel sport in de aanbieding. We hebben het WK Hinkstapspringen voor 95-plussers. Heel interessant. Ja, we hebben ook het WK polstokspringen voor melaatsen. Ja, ook heel interessant. En ook het EK linkshandig diepzeeknikkeren. Ook heel interessant. Maar beginnen doen we natuurlijk met minder interessant nieuws. Namelijk de Ronde van Vlaanderen. Zijn er hier koersfans aanwezig vandaag? Ja, heel veel koersfans, dames en heren. Dat wordt een heel leuk, heel leuke uitzending. Want ja... Philip Gilbert van Quickstep Floors heeft hij na een hele lange solo van 50 kilometer heeft hij een Vlaanderens mooiste als eerste over de meet gereden. En wij hebben natuurlijk, ja, wij zijn Sportweekend natuurlijk, wij hebben Patrick Lefevre naast ons staan, de ploegmanager van Philip Gilbert. Ja, Patrick Lefevre, jouw ploeg Puyapolin gewonnen vandaag. Wat is jouw eerste reactie daarop? Ja, kijk, wat moet ik daarvan zeggen? Ja, Philip Gilbert, 50 kilometer alleen. Zeg nu nog een keer dat walen niet werken. Hé? Allee, ho. Het is toch waar, hé? Nee, maar kijk, we gaan elke koers winnen dit jaar die het erom doet. Dus volgende week wordt dat Tom Boon met de vingers in de neus. En ja, kijk, hoe zijn ze dat weer? Ah ja, de beste stuurlui hebben walen onder hun ogen. Zeg ze dat niet. Maar ja, we mogen ook niet enthousiast zijn. Nee. Meneer, dames en heren, zeggen altijd, je mag het vel van de koe nog niet verkopen alvorens je hem gemolken hebt. Ja, inderdaad, Patrick, dat is zeker het geval. En ja, wat hebben wij nog in de aanbieding, dames en heren? Want ik weet het helemaal niet meer, want waar zit ik in? Dat wordt hier heel leuk. Ja, dat is heel leuk. Oh ja, we hebben natuurlijk analisten van de wedstrijd. En niet van de mensen, dames en heren. Want driemaal winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En ja, de spreeuw van Vlaanderen. Johan Museeuw is hier ook bij. Johan Museeuw, wat is jouw analyse van de wedstrijd van de Ronde van Vlaanderen? Stef, de Ronde van Vlaanderen. Jullie zeggen wel, Philippe Gilbert, 50 kilometer alleen. Dat is niks. In mijn tijd, toen ik Johan Museeuw de ronde won, toen reed ik 350 kilometer alleen.
Ja. Het is waar, meneer. Ik meen het echt. Want ik reed op de fiets nog heen en terug naar huis met een omweg langs de veearts. Ja, heel leuk, Johan. Ja. Daar zijn de Johan Museo-fans. Hier zijn ze. En we hebben nog een analist van de wedstrijd. Van ook Jurgen van den Broek is hier. Ja, jullie kennen Jurgen van den Broek, ja. Jurgen van den Broek, Mr. Plat op het asfalt, zou ik dan ook zeggen. Jurgen van den Broek, wat vind jij van de Ronde van Vlaanderen? De Ronde van Vlaanderen. Dat is mijn favoriete koers. Ja, en waarom is dat jouw favoriete koers, Jurgen? Ik ben er nog nooit op mijn gezicht gevallen. Dus, dat is ook omdat ik hem nog nooit gereden heb. Dus, Ja, heel leuk, Jurgen. En ja, Jurgen, jij bent van Katjusha overgegaan van het Russische Katjusha naar het Nederlandse team Lotto NL Jumbo. Wat is het grootste verschil tussen die ploegen? De taal. Ja, ik versta geen Russisch. Ik versta geen kloot wat die Russische mannen zeiden. Dus ik heb geen platte prijs gereden. Dus, Ja, en waarom bij Lotto NL Jumbo dan precies? Ja, dat is voor een tour. Hè. Een tour is een tour. En, ik zou heel graag in het geel rijden. En die tenukkes van Lotto NL Jumbo, dat is geel. Dus ik kan dan al een keer in het geel rijden. Dus, En jij denkt dan te winnen met de Lotto NL Jumbo? Ja, niet. Want de kans met de Lotto om te winnen, dat is 1 op 8 miljoen. Dus ik denk niet dat ik ga winnen. Ja, heel leuk, Jurgen van den Broek. Nee, we hebben echt wel wielrenners meegebracht, dames en heren. Want Zdeněk Štybar, ploegmaat van Philippe Gilbert, die is er ook bij komen staan. Want ja, Zdeněk, ik heb jou niet gezien vandaag. Wat is er gebeurd? Ik was goed. Maar ja, ik heb dan een foutje gedaan. En ik ben dan gevallen. En dan, de vogel was gaan vliegen. En mijn vogel was ook gaan vliegen, want ja... Koersbroek was kapot. Maar ja, beter een vogel in de hand dan 10 minuten te laat binnen. Dus ik heb nog best gedaan. En ja, ik ben nog 90ste geworden. Dat is goed voor Zdeněk Štybar. Ja, inderdaad, Zdeněk. En wie hebben wij nog allemaal meegebracht? Want er zijn er zoveel dat ik helemaal niet meer weet. Oh ja, inderdaad. Een Engelstalige, een Slovaak eigenlijk. Misschien een landgenoot van deze heer. Wereldkampioen Peter Sagan staat ook naast ons. Jullie kennen wel Peter. Ja, Peter de Grote. Misschien familie van Michel de Grote, zou ik dan zeggen. Nee, toch niet. Hopelijk voor jou van niet. Ik hoop dat jij beter Engels kan praten. Want ja, Peter Sagan. Ja, you fell on the quarterman. Ja, what happened? Ja, you don't see. Ja, I saw in the audience a man, with a bag of gummy bear. So yeah. I was hungry, so yeah, I fell. It's no good, so yeah. But next week, I be on the podium. So I can pinchy, the podium is. So yeah, you know. Ja, heel leuk, Peter. En Peter, ja, Greg van Avermaat is hier ook bij komen staan. Want ja, Greg, jij zat er ook bij die valpartij vorige week. Ja, wat denk je dan over Peter Sagan? Wat denk jij? Wat ging er op dat moment door hem heen? We gingen er door hem heen. Ik denk ze stuur. Dus, en daarna de Piet van Oliver Naassen. Dus, dat was niet goed. Dus, Greg, en wat is er met jou gebeurd? Want jij ging toch direct weer in de tegenaanval op Philippe Gilbert, maar jij kon niet dat gat dichten. Wat is er dan wat was er gebeurd? Ja, kijk, ik heb problemen met het motortje van Honda. Dus nul vermogen. Ja, ik leek Stoffel van Doorn wel. Dus, ja, maar beter een Honda dan een Lada, zou ik zeggen. Niet waar, Stijn de Volder? Ik was al blij dat we niet naar Gent moesten rijden. Want met dat nieuwe circulatieplan, ik ging zeker niet buiten Gent geraakt zijn. Dus... Maar ja, kijk, ik had er alles aan gedaan om in vorm te zijn. En ik was al de aardappelen aan het schillen voor die chasse patat. Maar toen zat ik in de puree. Dus dat was niet goed. Ja, heel leuk, Stijn de Volder. En hebben wij nog iemand meegebracht? Ik denk van niet eigenlijk. Oh ja, natuurlijk. Nee, Tommeke, inderdaad. Ja, die hebben wij eigenlijk ook meegebracht.
Ja, maar die komen straks misschien, want ik ben hier al helemaal... Ja, Stef Wijnands, ik begin ook helemaal dement te worden. Nee, maar we gaan even naar een wielrenner, dames en heren. Eigenlijk is het een veldrijder. Want ik had hem heel graag gezien in de Ronde van Vlaanderen. Want afgelopen winter was hij een van de weinigen die voor spektakel zorgde. En gezien zijn jonge leeftijd en nog, heeft hij dus nog heel veel progressie. Dus ik zie hem toch wel zeker nog de Ronde van Vlaanderen winnen. Is het niet waar, Klaas van Tornhout? Klaas van Tornhout fans? Nee. Nee. Jullie kennen hem toch hopelijk, Klaas van Tornhout? Ja. Ja, Klaas van Tornhout. Ja, wat ga je doen? Ja, kijk, ik zal proberen ja, volgende, ja, in 2018 echt de Ronde van Vlaanderen winnen. Dus kijk, ik ben al beginnen trainen van afgelopen winter. Want wij hebben nog geen echte cross gehad. Het waren allemaal wegcrossen. Dus, maar kijk, ik ben een beetje ziek. Dus dat ben ik af en toe. Begin deze week, elke week, voor de hele week. Maar kijk. Ja, ik ga zeker winnen volgende zomer. Volgende lente. Dus ja, oké, maar ik ga stoppen met praten, want ik ben in West-Vlaming, dus ik kan niet praten. Ik ga het overlaten naar Stef Wijnands. Is het goed? Ja, oké, dat is misschien een goed idee. Want ja, inderdaad, dames en heren, Chris Baert haalde het al aan. We hebben de winnaar niet meegebracht, want dat was Philippe Gilbert, maar wel de winnaar van de volgende week. Want Klaas van Tornhout heeft volgend jaar nog een kans, want Tom Bonen, die heeft er de brui aan. Die haalt zijn... We fiets aan de haak halen. Ja, amai, ik ben helemaal de kluswagen. Omdat Tom Bonen hier naast mij staat. Ja, Tom. Wat denk je dan voor volgende week liever? Ga je die vijfde kassei winnen? Ik ben er zeker van dat ik Parijs-Roubaix ga winnen. Ja. Dat is geen enkel probleem. Ja, gelijk een Paralympier op IMBN. Dus ik ben er zeker van. En ik hoop dat ik die vijfde kassei... Die kan ik dan gebruiken om een oprit af te werken. Want dat is toch wel een van mijn levensdoelen. En daarna dan ga ik stoppen met wielrennen. En dan ga ik fulltime borstvoeding geven onder Valentin en Jacqueline, mijn kleine mannen. Want die zuipen enorm veel, die drinken enorm veel. Soms denk ik dat de Bradley Wiggins dat de vader is. Want die zuipen echt enorm veel. Ja, heel leuk, Tom. En dames en heren, speciaal voor jullie heb ik ook nog iets meegebracht, namelijk de Ronde van Vlaanderen jukebox. Want ik zou heel graag willen weten wat die emoties waren zondag bij bepaalde renners. En ik heb iets speciaal gevonden voor Peter Sagan en Oliver Naasen, namelijk lepeltjesgewijs van Bart Peters. Lepeltjesgewijs. De Sagan doet onnozel en Oliver Naasen is een pladijs. Nergens heen en toch op reis. Lepeltjesgewijs. En weer al geen prijs. Dat was Bart Peters. Ja, dames en heren. Heel leuk, want we hebben ook een speciaal liedje voor winnaar van die dag, Philippe Gilbert. Want zondag was het heel mooi weer. En ook na de koers voor Philippe Gilbert. En daarom, ja, Bart Kuil, welk weer was het vandaag? Mooi weer vandaag. Ja, vandaag doe ik het liever traag. Mooi weer vandaag. Nee, geen files, geen stress in mijn maag. Ja, laat de zon nu vrolijk schijnen. Want daar heb ik toch zo graag vandaag mooi weer. Vandaag. Nee, vandaag geen gezeur, geen geklaag. Mooi weer. Ja, Bart Kuil, dank u wel, Bart Kuil. Ja, heel leuk. En wij hebben eigenlijk nog iets meegebracht, want ja, Sepp van Marken, Chris haalde het al aan, ging zwaar op zijn gezicht. En toen moest hij weer al beseffen dat hij weer die trofee van de Ronde van Vlaanderen niet ging krijgen. En daarom speciaal voor Sepp van Marken, Eenzaam zonder jou van Wiltura. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan me binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou.
Ik ben zo eenzaam, zonder vrouw. En zonder trofee in zijn geval. Dames en heren. En dan heb ik eigenlijk nog... Het was Stef Wijnand zeker. Ja, daar heb ik nog één artiest meegebracht, dames en heren, van de Ronde van Vlaanderen Jukebox. Namelijk voor een ex-wielrenner. Want ja, dat is toch Bradley Wiggins. Maar ik denk dat hij toch één gelijkaardig punt heeft met Joe Cocker. Namelijk dat hij ook een whiskyverslaafde is. Want Joe Cocker, wat heb jij te zeggen? Unchain my heart. Never let me be. Unchain my heart. Where is my glass of whiskey? Joe Cocker. Ja, heel leuk. Ja. En dat was dus eigenlijk voor Sportweekend en voor mij intermezzo. Maar ik heb nog één artiest meegebracht die helaas niet zal zingen, want hij kon het nog nooit. En hij zal het helaas niet meer kunnen, want hij is helaas van ons heen gegaan. Maar toch, Eddie Wally, wat vond jij van het publiek vandaag? Wauw. Onvoorstelbaar. Echt waar. Geweldig. Super. Fantastisch. Echt waar. Dames en heren, ik heb opgetreden in Shanghai, in Tokio, in Las Vegas, in de Verenigde Staten van Amerika. Ik heb daar chakossen verkocht. Niet normaal. Echt waar. Maar dames en heren, al die mensen daar samen, in Shanghai, in Tokio en in Las Vegas, in de Verenigde Staten van Amerika, al die mensen daar samen waren nog niet zo half geweldig als jullie, als publiek van vandaag. Echt waar. Super. En ik mocht dan wel in een rolstoel hebben gezeten. Voor de rest liep alles op wieltjes. Dank u wel. Dames en heren, het was een fijn publiek. Dank u wel. Ik was Glenn Keizer.